allemaal en daar ben ik weer met weer een video, een tweede video met de Eco bedding. Ik heb hem in een vorige video uitgeprobeerd bij Pancake en nu ga ik hem uitproberen bij familie Robo. Ja, want ik heb een hele familie, papa, mama en twee kleintjes. Die mogen deze keer deze bodembedekking gaan uitproberen. Wat ik al wel heb gezien is dat deze bodembedekking de luchtvochtigheid in het verblijf in ieder geval niet te vochtig maakt, maar ook niet te droog. Dus het blijft echt heel mooi constant. Nou, dat vind ik altijd, dat is wel leuk, dat is een pluspunt. Het werkt ook heel prettig. Bij mij is het altijd een klein beetje een uitdaging met mijn roostertjes hier. Dus ik leg heel even dat laddertje zo neer om te kijken dat ik het een beetje binnenboord hou. Ik vind het heel prettig werken, deze bodembedekking. Hij stoft niet, anders dan dit chinchilla zand. Dat stoft wel. Wat heb ik hier gedaan? Ik ga hier wat anders doen. Ik ga jullie namelijk laten zien hoe je leuke holletjes kunt maken met mos. Dus de bodem die heb ik bedekt met de Eco bedding. Ik ben niet te veel de hoogte ingegaan, omdat hier een familie komt wonen. Dus het zijn ook jonkies die hier komen wonen. En dan moet het verblijf iets rustiger ingericht worden. Anders dan kun je een probleem krijgen dat de jonkies hun papa en mama zoek raken, of dat ze afgestoten raken, of dat ze bedwelmd raken om de bodembedekking. Kijk, zie je dat? Daar heb ik een klein holletje gemaakt. Het mos, vooral als je wat grotere plakkaten hebt, dan kun je die een klein beetje buigen. Dus die grotere plakkaten die zet je een beetje tegen een rand aan en die duw je als het ware een beetje omhoog, dat het een soort van tunneltje wordt. En dat is heel erg leuk, want je kunt allemaal verschillende tunneltjes maken op die manier. En de hamsters vinden het fantastisch. Dus echt, ik raad het heel erg aan. Probeer het een keer, want ze vinden het geweldig. Ik ga hier verder met oogst. Dat doe ik her en der, prik ik dat erin. Dan hebben de dieren ook lekker wat te zoeken. Ze mogen ook wat meer eten, want ze hebben natuurlijk jonkies. En de kleintjes hebben ook energierijke voeding nodig. Dus ze worden lekker verwend. Een beetje Spiderwood zet ik hier en daar neer. Heel erg leuk. Die pootjes zo, die kun je in het mos prikken en in de bodembedekking. En de dieren, die lopen hier heel graag tussendoor. Ik ben een beetje aan het frutselen, knutselen hier met oogst, want ik heb een idee. Ik wil graag tot naar beneden. Ja, zo. Want hamstertjes hebben natuurlijk ook pleinvrees. En dan, oh kijk, daar zijn ze. Papa, mama en de babytjes. Lief hè? Ik heb ze in een transparant bakje, dat doe ik expres, zodat ik de dieren goed kan bekijken als ik het verblijf aan het verschonen ben. Dan ben ik met één oog aan het verschonen en met het andere oog kijk ik een beetje naar de dieren. Hoe gedragen ze zich? Hoe zien ze eruit? En daar gaat papa. Robo's zijn zo ontzettend leuk. Ze zijn echt leuk. Mijn Roborovski dwerghamsters zijn echte kijkhamsters. Die van mij zijn echt heel erg snel. Nou weet ik, collega fokkers hebben hamstertjes die veel rustiger zijn. Robo's die echt veel rustiger zijn. Dus het kan wel. Die zijn gewoon, ja, ik denk gewoon echt geselecteerd op het gedrag, dat ze rustig zijn. Dus er bestaan robo's die echt rustig zijn en die je gewoon kunt vasthouden. Maar dat zijn die van mij niet, want dit zijn gewoon echte vliegensvlugge dondersteentjes. Maar ze zijn zo leuk om naar te kijken. Er gebeurt echt van alles in zo'n verblijf. Het leuke aan robo's is, je kunt ze dus inderdaad samenhouden. Ik heb hier papa, mama en de kindjes. Ze hebben dus een nestje gekregen. Ze kunnen een poosje bij elkaar blijven wonen. En op een gegeven moment, dan moeten de jonkies natuurlijk wel verhuizen. Want ze kunnen niet altijd bij papa en mama blijven. Wat mogelijk is, is een groepje van mannetjes of vrouwtjes. Die kun je bij elkaar houden. Maar ik moet wel zeggen, de groepsdynamiek bij robo's, die moet je net als bij Campbellies heel erg goed in de gaten houden. Want ze kunnen van de een op de andere dag ruzie met elkaar krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend dat robo's altijd samengehouden kunnen worden. Ik heb echt wel veel gevallen meegemaakt dat ze gewoon, nou, al is het na een jaar of na anderhalf jaar, krijgen ze gewoon ruzie. Na een half jaar, het kan zo in één keer misgaan en dan krijgen ze ruzie en dan moeten ze uit elkaar. Heel apart is dat. Maar ja, dat heb je echt met groepsdynamiek. Ik vind robo's ook heel anders dan Rusjes. Ze zijn dus inderdaad wel wat sneller dan rushes. Maar ik vind ze wat... Ze zijn eigenlijk altijd een beetje vrolijk. Ze zien er altijd vrolijk uit. Ze zijn heel nieuwsgierig. En ze zijn altijd bezig. Altijd hier naartoe lopen, daar naartoe lopen. Altijd een beetje bezig. Dus je kijkt je ogen uit. Nou, nog één keer terugkomend op het mos. Onder het mos ligt de bodembedekking. Nou, ze kunnen dus lekker in de bodembedekking graven en woelen. De eco bedding, ja, dat is wel iets moeilijker om daar een echt holletje in te maken volgens mij. Ik weet het niet zeker, ik heb nog geen echte holletjes gezien. Maar in theorie lijkt het erop dat de dieren, dat het gewoon in gaat storten wat meer als er een holletje gemaakt wordt. Het mos, oh kijk, heel leuk, zie je dat? Vosh, zo onder het mos vandaan. Hamstertjes vinden verstopplekjes heel erg fijn. En als ze zich veilig voelen dankzij die verstopplekjes, dan zullen ze ook wat makkelijker tam worden. Want als ze zich op hun gemak voelen en dus niet angstig zijn, dan stellen ze zich wat meer open naar hun verzorger toe. Dat klinkt misschien raar, maar angst blokkeert leergedrag bij dieren. Dus zolang een dier zich niet op zijn gemak voelt of een beetje bang is in zijn verblijf, dan gaat hij zich niet openstellen naar zijn verzorger toe. Dan blijft hij als het ware schuw. En het is, kijk, je kunt het mos een klein beetje omhoog drukken. En hier bovenop kun je gewoon nog een plakkaatje mos neerleggen en ook omhoog drukken. En dan hebben ze allemaal kleine holletjes. Dan kunnen ze zich zo, woesh, in zo'n mosholletje eigenlijk wegrennen, verstoppen. En dit kun je net zo hoog opbouwen als je wil. In de volgende video kunnen we misschien zo'n vletje gaan maken van mos. Heel erg leuk. Ik ben sowieso groot fan van het bedekken, van de bodembedekking met mos. Nou, dat weten jullie denk ik al wel als het goed is, want ik doe dat echt bijna altijd. De dieren kunnen hier namelijk heel erg stabiel overheen lopen. Waar ze in bodembedekking, zaagsel of ook eco bedding, daar zakken ze een beetje weg. En mos is gewoon heel stabiel. Vergelijk het maar een beetje met als je over het strand heen loopt of over zand. Je loopt veel liever over iets wat een beetje verhard is dan over het zachte zand, want het loopt gewoon wat moeilijker. En ik heb het idee dat hamstertjes dat ook hebben. Als ik namelijk zachte bodembedekking in het verblijf heb, dan lopen ze bij mij altijd, echt altijd over dat rooster heen. Nou, robo's zijn semi-woestijndiertjes. Ze hebben chinchillazand nodig om hun vacht goed te verzorgen. Daarom heb ik rechts in dat hoekje chinchillazand gedaan. Dan kunnen ze zich lekker badderen als ze daar behoefte aan hebben. En hun vachtje schoonhouden. Ik vind het zo leuk dat ze die holletjes van mos gebruiken. Leuk hè? Want ik bedenk soms echt van alles. Maar dan is het zo leuk dat ze er gebruik van maken. Nou, mochten jullie nog vragen hebben, zet je vragen onder de video. En dan zeg ik weer bedankt voor het kijken natuurlijk. En tot de volgende keer. Doei doei!